Deze nieuwsuitzending. Die gaat over de, de aanslagen van 11 september. En dan met de getallen erbij. Niet te ingewikkeld. We gaan het er niet over hebben hoeveel handlangers Osama Bin Laden had. En hoe laat het ook alweer was en. Waar was dat schoolgebouw waar de president, het hoofd van de Amerikaanse strijdkrachten, twintig minuten lang bleef zitten om te controleren of de kinderen al daar wel goed leesles kregen? Terwijl er om negen uur uh, al een melding was gemaakt van, uh, tegen hem van. Amerika wordt aangevallen. Dat was Andrew Carr die hem dat vertelde aan George W. Bush. De kleinzoon van Prescott Bush. En Prescott Bush, die kennen we allemaal, want die zat in het bestuur van een bank. Een Amerikaanse bank. En die hebben toen geld op tafel gelegd. Om niet allemaal, maar om een behoorlijk aantal concentratiekampen te bouwen. in Duitsland. Mm -hmm. Nou, die familie dus. Het is zondagochtend en ik heb er een kopje koffie bij. Ga er maar even voor zitten hoor. Dus echt niet moeilijk. Goed blijven opletten. Kijk, wat ik heb gedaan. Ik heb het gewicht opgezocht. van de. Zo'n so twin tower staat hier. En er staat hier, each tower weighed about 500.000 tons. Oftewel, in SI-eenheden, 450 miljoen kilo. Elke tower, hè? per tower. Nu, dat heb ik hier in een spreadsheet gezet. Een beetje. Ja, zo is het groot genoeg. Dit moeten jullie kunnen lezen. Kijk, dit is die 450 miljoen kilo van een Twin Tower. Dit is het gewicht van een Boeing 737. Dat is dat vliegtuig wat daar tegenaan gevlogen is. En dit is het aantal liters kerosine. wat erin zat. toen het opsteeg van het vliegveld. Dus het is iets minder, maar. Nou, en dan denken wij even, ja, het is kijk, er was wel een, was wel een heel vliegtuig. Hè? En eens 18.000 liter kerosine man. Ja, het gaat ook om een gebouw van 450 miljoen kilo. En hoe verhoudt zich dat? Nou, 450.000 kilo verhoudt zich tot 80.000 kilo. Net als 225, 450 miljoen kilo, of raar door 80.000 kilo, als 225, 23, ja, 225 miljoen kilo tot 40.000 kilo. Het is dus steeds de helft, dat heb ik hierboven, dus A3 gedeeld door 2. En dan nemen we weer, dat willen we niet. En dan nemen we weer de helft en 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 de helft. Dat doen we hier ook steeds de helft, de helft, de helft, de helft. En dan komen we uiteindelijk hieronder in dat die verhouding van 450 miljoen kilo tot het gewicht van een verkeersvliegtuig, 80.000 kilo, dat is dezelfde verhouding als de verhouding van 107 kilo tot 19 gram. En de verhouding van die 450 miljoen kilo tot 18.000 liter kerosine, dat is dezelfde verhouding als uh, 107 kilo tot 4 milliliter kerosine. Nou, en dan zorg ik wel voor een constructie van 107 kilo. En jij mag iets meenemen en het weegt 19 gram. Dat, is, dat kan je nog versturen per post met een gewone postregel. Dat is minder dan 20 gram. En 4 milliliter 4cc kerosine. En dat is niet veel. Ja. Dus 0,4 centiliter en een glas water is 20 centiliter. Dus het is 5% van een glas water. Dat is niet veel. Nou, jij neemt dat vliegtuig mee of wat je maar hebt, maakt me niet uit. Het mag niet zwaarder zijn dan 19 gram. Uh, je doet er kerosine in, dan mag je de allerbeste kerosine kopen bij de Shell of de Esso of wie dat ook maar levert. En het mag niet meer zijn dan 4 milliliter. En dan ga jij mijn constructie van 107 kilo in stof laten veranderen. Hmm. Probeer het maar. En dan zetten we daar natuurlijk geld op in. Oh, dus Als jij wint, dan betaal ik jou uh, die kosten van die 19 gram uh, voor jouw constructie die het vliegtuig voorstelt. Ik vergoed je ook die 4 uh, cc aan kerosine. En als het je niet lukt, dan betaal je mij voor die 107 kilo staal. En dat alles natuurlijk inclusief verzendkosten en btw. Nou, er is geen mens op deze aarde die zo'n weddenschap aangaat. Want iedereen snapt dat dat niet kan. Nou, dit is dus de aanslagen van 11 september uitgelegd met behulp van getallen. Te weten, drie getallen. Namelijk het gewicht van een windtouwer... het gewicht van een boeing. En het gewicht van. Of het aantal liters kerosine waar we het over hebben. Dus, en aangezien wat op regel 25 staat, namelijk 107 kilo staal, 19 gram aanvliegend 1000 object en 4 milliliter kerosine, ja, dat werkt niet. Nou, dat betekent dat wat op regel 3 staat, namelijk 450 miljoen kilo staal, nou, staal en beton en alles. Hè. Een 80.000 kilo vliegtuig en 18.000 liter kerosine. Ja, het lijkt wel heel veel, maar het stelt niks voor. Dus het kan helemaal niet. Met andere woorden, er moet nog een andere, of er moet een andere reden zijn dan dat vliegtuig dat die gebouwen. Ontploft zijn. Nee, die zijn niet ontploft. Die zijn uh, geïmplodeerd. Nee, die zijn ontploft. Kijk nou naar die beeldmateriaaltoestand. Uh, Dan zie je dat het naar buiten vliegt. Dat heet een explosie en niet een implosie. En onze media. En onze overheid en onze academici, die vinden het allemaal bijzonder mogelijk dat je dus een gebouw van 107 kilo, een constructie van 107 kilo, in stof laat, kan, kan laten veranderen met een object van 19 gram en 4 cc, 4 milliliter kerosine. En welke conclusie moeten wij nou trekken? Nou, conclusie 1 is dat die wetenschappers. die. die hebben werkelijk geen enkel gevoel voor, voor, voor verhoudingen. Had ik like anders gezegd. wij weten allemaal. dat als je met z'n tienen bent. en iedereen heeft honger. En je komt aan met één broodje kaas. Dat dan na afloop iedereen nog steeds honger heeft. Hè? Ja, maar als je nou met z'n honderden bent. Hè, en je hebt tien broodjes kaas. dan kan het toch wel? Nee. Als je met z'n honderden bent. en je hebt tien broodjes kaas. dat is net zo weinig of net zo veel. als dat je met z'n tienen bent. met één broodje kaas. Ja. Dus onze wetenschap heeft geen enkel gevoel voor, uh, voor getallen. Dat snappen ze niet. En onze politici ook niet. Die, maar die is het dan minder te verwijten, want die zijn maar politicus. Maar dan nog zou ik het wel fijn vinden dat mensen die voor uh, meer dan 100.000 euro per jaar naar de interruptiemicrofoon lopen... Dat die gevoel hebben voor verhoudingen. En dat is dus te hoog gegrepen. En onze media. ...ja... We moet je die verwijten. Maar die snappen er ook niks van. Tja. En dat moet je er verder van zeggen. Wij zijn hopeloos verloren. We zouden een eis moeten stellen dat mensen die voordat ze in de Tweede Kamer naar de interruptiemicrofoon mogen lopen, dat ze eerst beamen dat dat toch echt niet kan. Dat je een constructie van 107 kilo met 19 gram projectiel en 4 kubieke centimeter aan kerosine, dat dat uh, niet in stof gaat veranderen, die 107 kilo. En dus ook niet een twintower die geraakt wordt door een vliegtuig van 80.000 kilo met 18.000 liter kerosine, want het is dezelfde verhouding. En alleen als je dat snapt, dan mag je meer dan 100.000 euro per jaar gaan krijgen. Met hele goede secundaire arbeidsvoorwaarden en ontslagbeschermingsgarantie. Maar voor die tijd niet. Ja, maar Piri, uh, ja, maar uh, Dan kan de heel Nederland niet in de Tweede Kamer. Want dat is allemaal, we zijn veel te dom. En uh, dan zijn we helemaal verloren. Dan kunnen we maar beter nog van die uh, randdebielen hebben. Want anders hebben we helemaal geen Tweede Kamer. Liever een Tweede Kamer met vol idioten. Dan helemaal geen Tweede Kamer. Want het aantal mensen in Nederland dat begrijpt. Dat die hele Twin Tower. In een storting. Dat dat helemaal niet volgens het officiële verhaal. Voor het hele officiële verhaal, dat kan niet. Ja, het aantal mensen in Nederland dat dat begrijpt, ja, dat ben ik dus. Dat is één. Dus er kan één iemand in de Tweede Kamer gaan zitten. Namelijk ik. En dan kan ik gelijk bij zeggen: van ja, die 100.000 euro per jaar, dat zou ik overdreven veel vinden. Ik werk nu voor iets meer dan 1000 in de maand. En dus ze waren alles bij elkaar 14.000 per jaar. Dat is geen vetpot, maar doe dat uh, anderhalf keer zoveel. And I'm your man. Dan kan je de rest van mijn salaris kan je gebruiken om rechtszaken te beginnen tegen al die hedige, huidige uh, mensen van de media en de overheid en de wetenschap. Om die allemaal voor de rechter te sleuren. En al die salarissen terug te vorderen. Ja, maar die mensen die hebben dat geld niet meer. Dat maakt toch niet uit? Ze hebben toch nog wel een auto? Of een vakantiehuis? Dan gaan we dat verkopen. Ze hebben toch wel eens een pensioenverzekering? Nou, inleveren die handel. Ga maar lekker genieten van je oude dag met een AOW. Want je bent je, je hele functie niet waardig geweest. Je kon niet eens rekenen. <laughs> Het is toch te gek voor woorden? En hetzelfde geldt voor dat fijne rekenwerk wat ik heb gedaan aan die, uh, die cijfers van uh, de coronacrisis. Huh? Is dat hier? Dit is de coronacrisis in beeld. Kolom X, dat zijn de mensen van 0 tot 65. Kolom Y, dat zijn de mensen van 65 tot 80. De kolom Z, dat zijn de mensen van 80 jaar en ouder. Dat zijn die gele driehoekjes. En hier zie je dus dat op het moment dat Mark Rutte die maatregelen afkondigt, dat er gelijk diezelfde week al oudere mensen, uh, veel meer dan in die week daarvoor, beginnen oudere mensen te overlijden. De week daarna nog erger, de week daarna nog erger, de week daarna nog erger. En dan wordt het heel snel minder. En in week 20 is alles een beetje voorbij. En we zitten nog steeds in een lockdown. En ze lopen nu al te roepen van. Ja, nou, in september. Hè, dan gaan we nog een keer kijken of die lockdown. wat minder kan. Want anders gaan we allemaal dood. Nee, we zijn allemaal al dood gegaan. Of nee, allemaal. 9.243 mensen. In die negen weken, zeven weken. volgend op de lockdown. Want deze bult die je hier ziet. De die die oh dat veel maar kan je zo klikken. We kunnen jullie zien. Oop. deze bult 9243 mensen. Ja, maar Piggy, hoe weet je dat? Nou, dat zegt het CBS. Want dit zijn de overledenen per week. In 2019 en 2020. Dit is 2019, dit is 2020 en dit is het verschil. En over de eerste 11 weken ging 2020 heel goed. Sinds week 20 gaat het ook weer heel goed. En dan gaan er minder mensen dood dan vorig jaar. Maar na die maatregelen dus die 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 weken dus. In die 8 weken in 9243 meer mensen overleden dan vorig jaar. Ja, maar Piggy, dat is allemaal toeval, want uh, dit is, uh, kijk, die griepgolf kwam eraan. Nee, dit is geen toeval, want dit patroon zie je niet alleen in Nederland, maar ook in Spanje en in Italië en in Duitsland en in Zweden en in Engeland en in New York City. En overal waar men maar de gegevens van heeft, zie je het patroon dat de maatregelen worden afgekondigd en dan beginnen oude mensen te overlijden. En dat je zegt: ja, het is toeval dat die maatregelen precies beginnen op het moment dat. Uh, of vlak voor het moment dat mensen gaan sterven. Dat is toeval? Dat kan dus niet. Kijk, ja, dat het één keer gebeurt alleen in Nederland. en denk je: oké, okay, maar dit is door heel Europa zo. So zo liegen ze aan. En wij doen er niks aan. Heden ten dagen spreekt niemand meer over de aanslagen van 11 september. Dat zijn uh, samensweringsgekkies. Nee, als jij denkt dat het officiële verhaal klopt, dan heb je geen gevoel voor verhoudingen. Dan kan je niet rekenen. Of je hebt een grote mond en een grote broek. En dan ga jij, eh, ik zorg voor een constructie van 107 kilo staal. En jij komt met het OV met een mondkapje met een projectiel van 19 gram en 4 kubieke centimeter kerosine. Dat wordt door de scheidsrechter gecontroleerd. En dan mag jij dat projectiel tegen mijn 107 kilo staal aan laten knallen. Op een zelfgekozen manier, maakt me niet uit. Voor mij schiet je het met een soort katapultconstructie die werkt met elektromagneten? Ik daag je uit. Nou, De Amerikanen zeggen dan: Put your money where your mouth is. Maar niemand doet dat. Nee, we zwijgen er liever over. En we denken, ja, die aanslagen van 11 september... dat is alweer twintig jaar geleden. Er zijn nou nieuwe dingen. Dit is de coronacrisis. Ja, dat heb ik je net laten zien. Dat slaat ook helemaal nergens op. De hele gedoe met koolstofdioxide... dat slaat helemaal nergens op. Dat is totale onzin. Zoals dit ook totale onzin is. En als je niet inziet dat... Het officiële verhaal van 11 september totale onzin is, hoe kan jij dan in de gaten krijgen dat de coronacrisis uh, ook totale onzin is? Jij moet dan eerst zelf gaan werken aan jouw gevoel voor verhoudingen. Ja, dat is een leuk onderwerp op verjaardagsfeestjes, dat je niet meer vraagt: van nou, wie is er hier totaal stupide? We gaan even een aantal hersencellen meten. En dan moet je deze vraag eens even stellen aan iedereen op de verjaardag. Los van het feit dat het tegenwoordig niet meer mag, want vanwege de coronacrisis. mag je dan niet meer bij elkaar op de verjaardag gaan. Maar dan nog. Hè? Misschien dat we in de verre toekomst ooit weer eens op de verjaardag van oma mogen komen. En nou, dan moet je hierover beginnen. Ja, toch? Kijk, ik denk nu even aan die leuke grap uit Afrika. We hadden een klein dorp en daar woonde een oudere man aan de rand van het dorp. En die man die had een kip. En op een nacht hoorde die gerommel in zijn tuin. En hij ziet vanuit het slaapkamerraam dat um, jongens van een ander dorp dat die achter zijn kip aan En die vangen die kip en die nemen die kip mee. En hij gaat, dat is een oude man, dus die kan er niks aan doen. En de volgende dag gaat hij naar het marktplein. En hij zegt: Er is een kip van mij gestolen door die jongens van het andere dorp. En iedereen in het dorp die zei: Ja, ja, kip, kip, ja, ja, kip. Ja. Nou, even later wordt er een geit gejat, ook door die mensen van het andere dorp. En weer tumult op het marktplein. Want ook diegene die zijn geit kwijt is, die gaat naar het marktplein. En die zegt: die jongens van het andere dorp, die hebben mijn geit gejat. En die zeggen: ja, nou ja, geit. Moet ja, je een andere geit? En, uh... en die man er weer naartoe. En die zegt: van, Ja, je kan wel zeuren over die geit. Maar jullie hebben nog steeds niks gedaan aan mijn kip. Ja, oh, mijn nou is er een geit gejat. En, en daar gaan we ook niks aan doen. En, uh, ja, nou, poe hoor. Eh. Uh... Ja, weer een paar weken later wordt er een jonge vrouw van het dorp wordt verkracht. door een van de jongens van het andere dorp. En weer heel tumult op het marktplein. Ah, nu is de maat vol. En dan komt die oude man eraan en die zegt: Ja. Een tijdje geleden heb ik verteld dat er een kip van mij is gejat. Zijn jullie daar al achteraan geweest? Ja. Een wijze les van die. Uh... Afrikaanse moppetappers. Tot de volgende nieuwsuitzending.